Nou, goedemorgen Ja. allemaal. Welkom bij deze sessie externe veiligheid onder de omgevingswet. Ik start zo deze sessie. Daarna zal Peter Winkelman wat over het REF gaan vertellen. En Jeroen Neuvel neemt het daarna over van het RVM. Ik zal even beginnen met het delen van mijn presentatie. Is mijn scherm zo te zien? Ja, we zien je presentatie duidelijk in beeld. Mooi. Misschien nog even vertellen dat als mensen vragen hebben, kunnen ze die in de chat stellen. Ja, dat ga ik hier doen, Peter. Ja, nee, ik doe inderdaad de aftrap. Ik ga eventjes zoomen in op de hoofdlijn van de veranderingen van de externe veiligheid onder de omgevingswet. Peter vertelt daarna wat over het register externe veiligheidsrisico's. En Jeroen van het RIVM geeft een toelichting over het handboek omgevingsveiligheid. We hadden hier nog Mohammed opgenomen als ondersteuning van deze sessie, maar hij is helaas ziek. Peter die houdt de chat in de gaten tijdens mijn sessie en we doen dat een beetje zo voor elkaar. Dus nou, tijdens de sessie kunnen de vragen in de chat gesteld worden. En na elke spreker nemen we nog even de tijd voor vragen. En verder wil ik jullie er nog op wijzen dat deze sessie wordt opgenomen. De inhoud van mijn stukje. Ik ga eerst wat vertellen wie wij zijn als cluster externe veiligheid. Van het informatiepunt leefomgeving. Daarna zoom ik in op wat punten die in de wijzigingsbesluit voor het BAL en BKL meegenomen gaan worden. Type voorschriften. Daar ga ik nog wat vertellen. En over veranderingen ten opzichte van de huidige regelgeving en de omgevingswet. Naast Peter en ikzelf zijn dit de andere leden van ons cluster externe veiligheid. Binnen ons team hebben we een specialisme ook onderverdeeld. Dus zo is Verona specialiste voor basisnet. Dina is contactpersoon voor PGS-richtlijnen. Ik bijvoorbeeld voor vuurwerk. Waarvoor kunnen jullie bij ons terecht? Onder andere bij de helpdesk voor vragen over als er iets niet duidelijk is of waarom iets op een bepaalde manier is opgenomen in het BAL, BKL of in PGS-richtlijnen. Dan kunnen jullie met ons contact opnemen. Gaat het echt over rekenvragen, dan kunnen jullie bij het RIVM terecht. Wij zitten ook in verschillende PGS-werkgroepen. Dus wij kunnen ook wel toelichten waarom bepaalde maatregelen wel of niet opgenomen zijn. En verder, onder andere via de helpdesk komen er ook wel punten naar voren die niet zo handig geregeld zijn of die ontbreken. Daarvoor houdt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een beheerlijst bij. En wij hebben ook regelmatig overleg met hun om die lijst door te nemen. En daar kunnen wij ook punten bij voor aangeven. Ik moet het even zeggen dat ik inderdaad heel erg verkouden ben. En mijn stem een beetje niet altijd even goed meewerkt. Maar doe mijn best. De website van het informatiepunt Leefomgeving onder het thema externe veiligheid hebben we al heel veel informatie opgenomen. Zo zijn er voor de activiteiten waar externe veiligheid een rol speelt, is daar informatie opgenomen. Maar ook gewoon algemene informatie over
aandachtsgebieden, over de veranderingen. En zo zijn er verschillende waswoordlijsten ook opgenomen, waarin is weergegeven wat de veranderingen zijn voor de huidige regelgeving ten opzichte van de omgevingswet. We breiden de website nog steeds verder uit. Peter gaat straks meer vertellen over het REF, maar we beheren ook de website voor het Register Externe Veiligheid. En ook voor vragen over het REF is onze helpdesk te benaderen. En dat kan gewoon via het normale helpdeskformulier of via dit aparte e-mailadres. Ik vertelde net inderdaad dat er een beheerlijst is die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bijhoudt. Taco Kooistra is dat. En hij is ook al bezig met een wijzigingsbesluit voor het BAL en BKL, waarin een aantal punten opgenomen zijn die gewijzigd gaan worden. En dat zal na de inwerkingtreding van de omgevingswet zijn. Dus dat duurt nog wel eventjes, 2024 waarschijnlijk. We gaan er weg, komen daar waarschijnlijk meer punten bij die meegenomen kunnen worden. Maar deze punten die worden in meegenomen. Dan gaat het over tanken van vaartuigen met LNG en waterstof. Omdat daar nog afstanden voor ontbreken in het in het BKL. Geven we ook aandachtsgebied bij je basisnet. Dat ontbreekt ook nog, dus dat gaat toegevoegd worden. En verder is er een werkgroep bezig om te kijken naar de aandachtsgebieden. En die werkgroep zijn vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de omgevingsdiensten, de veiligheidsregio. En ook het Rijk en het RIVM vertegenwoordigd. En daar worden voorstellen besproken voor het herijken van uitgangspunten, voor het bepalen van de omvangen van de aandachtsgebieden. Het RIVM is nog bezig om de gevolgen van die rekenmethodiek in beeld te brengen. En dat proces dat gaat nog wel enkele maanden duren. Verder staat het punt over reserveringsgebieden voor buisleidingen opgenomen. Dit om te voorkomen dat binnen een gebied langs een reserveringsgebied ruimtelijke ontwikkelingen worden toegelaten. Zijn er nog punten die meegenomen kunnen worden, die fout zijn of die ontbreken. En verder zijn er natuurlijk ook nog ontwikkelingen op het gebied van energietransitie die meegenomen kunnen worden. En de PGS 37 voor lithium-ion batterijen, die staat er ook al op. Het type voorschriften wat is opgenomen. Het gaat over met name over veiligheidsafstanden, PGS-richtlijn en voor bepaalde onderwerpen nog specifieke voorschriften. En de veiligheidsafstanden. Het plaatsgebonden risico. De hoofdregel is dat de afstand binnen de begrenzing van de locatie van de activiteit blijft. Is er een reden waarom dat niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als er niet genoeg ruimte is op de bedrijfslocatie of het niet past vanwege de interne afstanden die opgenomen zijn in PGS-richtlijnen. Of als het bedrijf zijn werk daardoor niet goed kan doen. Of als werknemers en bezoekers in gevaar komen. En dan geldt de afstand tot kwetsbare gebouwen of locaties. En soms wordt een activiteit met gevaarlijke stoffen niet bij een andere activiteit. Dan is de begrenzing van de locatie niet bekend.
En in dat geval geldt ook de afstand tot kwetsbare gebouwen en niet tot de grens van de locatie. Verder is er nog overgangsrecht opgenomen voor bedrijven die de activiteiten al uitvoeren. Ja, nu zeg maar onder het activiteitsbesluit voor de omgevingswet. Dan gelden ook de afstanden tot kwetsbare gebouwen. Dat is eigenlijk in dit plaatje deze weergegeven. Mandy, ik heb een vraag van Merel Franken. Die vraagt, waar staat de hoofdregel? Is dat in het BKL of in... In het BAL, ja. Ja, en nou ja, voor de veiligheidsafstanden is eigenlijk de veiligheidsafstanden voor niet vergunningplichtige activiteiten staan in het BAL. En voor vergunningplichtige activiteiten in het BKL. Okay, ik neem aan dat dat voldoende is, anders dan hoor ik het. Ja, en ik zoom dus vooral inderdaad op in het plaatsgebonden risico. En Jeroen gaat straks meer in over de aandachtsgebieden. Wil je alle vragen nu hebben of wil je ze aan het eind eventjes langslopen? Ja, als het specifiek hierover gaat, misschien nu. Okay, er is nog een vraag van Yvette. Die vraagt, geldt de veiligheidsafstand ook voor industrieterreinen met veel BSO-bedrijven en geen kwetsbare objecten? Ja, dat is een hele goede. Ja, volgens mij is het ja, wel inderdaad. Maar ik moet dat nog heel eventjes checken. Maar ja, het uitgangspunt is wel dat je inderdaad de veiligheidsafstand dus binnen de grens van je locatie houdt. Maar dan weet ik niet of voor BSO-bedrijven daar een uitzondering voor is. Dus die moet ik nog even nagaan. Ja. Nou, er komen nu meer vragen. Ik denk dat je eerst even door moet gaan met je presentatie. Ja, prima. Nou ja, dat wat ik net in tekst heb uitgelegd, zeg maar, is in dit plaatje weergegeven. Dus je ziet hier links hoe het nu is onder het activiteitenbesluit. Dus de veiligheidsafstand geldt tot kwetsbare objecten. Hier rechts staat hoe het onder het BAL is, dus tot de grens van de locatie. Daaronder zijn uitzonderingen opgenomen. Dus als niet voldaan kan worden aan die afstand vanwege nou ja, interne afstanden of andere redenen, nou, dan val je dus terug tot de afstand tot kwetsbare objecten. Hierboven is het overgangsrecht opgenomen, dus bij activiteiten die al verdeden aan de wet voor de omgevingswet gelden dan ook de afstanden tot kwetsbare objecten en niet tot de grens van de locatie. En hier in het midden bij die vraagteken is bedoeld van nou, als de grens van de locatie niet bekend is, dan gelden dus ook de afstanden tot kwetsbare objecten. PGS-richtlijnen. Nou, in tegenstelling tot nu wordt er integraal verwezen naar de PGS-richtlijnen. En wordt in de PGS zelf aangegeven welke delen relevant zijn. Nou, zo worden, de PGS-richtlijnen worden dus omgezet naar een nieuwe stijl. En die gaat uit van een risicomethodiek. Met de risicobenadering is voor een activiteit met gevaarlijke stoffen inzichtelijk gemaakt waar de kans bestaat dat er iets misgaat, het risico. En dat wordt in het PGS beschreven met mogelijke scenario's. Het doel is om die risico's te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. En de PGS-richtlijn beschrijft de maatregelen om dat doel te bereiken. Wat nog een verandering is inderdaad dat er bij het toepassen van gelijkwaardigheid, gelijkwaardige maatregel, er
vooraf geen toestemming nodig is van het bevoegd gezag. Het is wel verplicht om een gelijkwaardige maatregel vooraf te melden, waardoor het bevoegd gezag dus wel de mogelijkheid heeft om dit vooraf te toetsen. En doet ze dat niet, dan kan het achteraf bij toezicht. En dan kan bepaald worden of een gelijkwaardige maatregel ook daadwerkelijk gelijkwaardig is. Oké, het is inmiddels 11:45 geweest. Er zijn nog een viertal vragen. Ik weet niet hoeveel je nog wil vertellen, Mandy. Ja, even kijken. Ik heb nog wel een aantal sheets. Misschien moeten we even iets sneller doorheen dan. Ja. Nou, verder zijn er nog voor een aantal onderwerpen specifieke voorschriften opgenomen. Voor vuurwerk bijvoorbeeld regels uit vuurwerkbesluit. Voor schietbanen specifieke voorschriften nog NEN-normen. Wat een verandering is, is dat het alleen gaat om activiteiten met een risico voor de omgeving. Dus alleen als er een PR10-6 contour buiten het bedrijf kan ontstaan. Verder is er naast kwetsbare en beperkt kwetsbare categorie zeer kwetsbaar toegevoegd. Dan gaat het om grote groepen mensen of mensen die zichzelf niet kunnen redden. Zoals een ziekenhuis of kinderdagverblijf. Even kijken, ja, de afstanden tot kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare gebouwen geldt niet als ze een functionele binding hebben met de activiteit. Maar die uitzondering geldt niet voor de categorie zeer kwetsbaar. Dus dat is een verandering. En wat verder nog een verandering is, dat het gaat om de kwetsbare gebruiksfunctie. Dus het gaat niet meer om bescherming van het hele gebouw. Maar bijvoorbeeld als je een opslagloods hebt met een kantoorgedeelte, dan gaat het alleen om bescherming van het kantoorgedeelte en niet de hele opslagloods. Verder zijn er wat veranderingen qua vergunningplicht. Het is alleen vergunningplicht als er gerekend moet worden of als er geen WBT, geen PGS-richtlijn beschikbaar is, waardoor maatwerk nodig is. En er is wat veranderd qua afweging. Even kijken. Eerder was lokale inpassing nog als reden voor vergunningplicht, maar dat is dus nu niet meer. Dit omdat het via het BKL in de omgevingsplan geregeld moet worden. En dan is er nog wel via de bruidschapsovergangsrecht in de vorm van vergunningplicht in het omgevingsplan. Even kijken. Dat doe ik ook alweer delen beëindigen. Dit was mijn stukje inderdaad. Mandy, dankjewel. We hebben een aantal vragen. Ik denk dat het handig is dat jij ze nu even doorneemt en dat we kijken of we aan het eind nog hierop terug kunnen komen. Omdat we anders de presentatie van mij en van Jeroen niet afgerond krijgen. Oké, prima. Ja, dus we hebben in ieder geval de vragen genoteerd. Als die niet behandeld is, is het misschien handig om even je e-mailadres door te geven. Dan kunnen wij na de meeting nog een antwoord geven op de vragen. Ik zal mijn scherm ook delen. Kunnen jullie dit zien? Ja, je bent goed zichtbaar, Peter. Oké. Nou. Ik wil graag wat vertellen over externe veiligheid onder de Omgevingswet en dan wel het REF, oftewel het Register Externe Veiligheid. Externe veiligheidsrisico's, moet ik zeggen. Wat ga ik doen? Ik ga een klein beetje wat vertellen over wat het nou precies is.
En dan wat de bemoeienis van Informul is met het REF. Iets laten zien over hoe dat er dan uiteindelijk uit komt te zien voor een ieder. En uiteindelijk nou hoop ik dat er nog wat tijd is voor wat vragen. Ja, wat is het REF? Het REF is een database waarin alle externe veiligheidsinformatie wordt opgenomen die over risicovolle bedrijven, transport en opslagen. Het gaat dus om externe veiligheid, dus om gevaarlijke stoffen. Het is een opdracht die vanuit de Omgevingswet aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is gedaan. Gij zult een register gaan maken. In het artikel 11.1 tot en met 11.8 van het BKL en in de bijlagen 6 en 7 staan de regels daarvoor. Het gaat om circa 45 activiteiten, zoals het tanken van LPG of het hebben van een windturbine, een CVSO-bedrijf. En het gaat dus om activiteiten en niet meer om inrichtingen zoals dat onder de oude wet het geval was. Het REF is, is de opvolger van het RRGS, het risicoregister gevaarlijke stoffen. En het wordt op dit moment gebouwd. Het is de bedoeling dat dat eigenlijk op het moment dat de omgevingswet van kracht is, dat dat goed gevuld is met heel veel informatie over de bestaande activiteiten en dat de zogenaamde bronhouders, degene die de externe veiligheidsinformatie beheren, dat die ook nieuwe informatie kunnen toevoegen aan het register. Daarvoor is een koppeling nodig met de bronsystemen van de bevoegde gezagen of de gedelegeerd bronhouders. Dus de wet die schrijft in principe alle gemeentes aan als zijnde jullie zijn bevoegd gezag. Jullie moeten ervoor zorgen dat het register goed gevuld wordt met alle daarvoor benodigde informatie. Maar in de praktijk zullen veel bevoegde gezagen dat delegeren aan omgevingsdiensten of regionale uitvoeringsdiensten. En daarnaast zijn er nog een aantal rijkspartijen, zoals het ministerie zelf, die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor buisleidingen, die dat dan delegeert aan GasUnie en andere leidingeigenaren. Of aan voor basisnet bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat. Op termijn zal er ook een aansluiting komen met het DSO. Het register is daarvoor geschikt, maar die koppeling is op dit moment nog niet gerealiseerd. Dat is een beetje wat het REF is. Informeel, wat doet Informeel dan een beetje met het REF? Hebben wij een opdracht om de communicatie over het REF te doen. Dat betekent dat wij met alle partijen die moeten aansluiten op het REF contact hebben, zodat zij dat ook kunnen gaan doen. We hebben daarvoor een aantal tools, zoals onze website www.registerexterneveiligheid.nl. We hebben ook een nieuwsbrief. We hebben een helpdesk. Die helpdesk die is op dit moment alleen nog per mail te benaderen. Maar we zijn aan het werken om daar ook formulieren voor op onze website te krijgen. We houden ook regelmatig informatiebijeenkomsten met de partijen die echt zullen gaan aansluiten. En we doen ook aan invoeringsondersteuning, zodat wij echt één op één met partijen kunnen zitten om te proberen om de hobbels die er zijn weg te nemen. Dat doen we niet alleen. Dat doen we natuurlijk met het ministerie en met de ontwikkelende partij, Geodan. Daarnaast is er nog een partij die
die het informatiemodel beheert, dat is Geonovum. En dus we zijn daarin best wel een grote club, zeg maar, met wie we dat doen. En we hebben ook afstemming met koepels zoals de VNG, ODNL, mensen van bij 12, die op dit moment natuurlijk nog de risicokaart beheren. Dat is een beetje waar Informail zit. En hoe gaat het er dan uitzien? Voor een ieder, hè, dus zeg een burger of een geïnteresseerde, is die informatie straks toegankelijk via de Atlas voor de Leefomgeving. Ik heb de URL hier neergezet. Alle informatie wordt daar in kaarten meegegeven aan iedereen. En daarnaast kunnen partijen die informatie aanleveren, dus de bronhouders, die kunnen via diezelfde automatische koppeling, kunnen zij ook de informatie binnenhalen naar hun eigen systemen. En op die manier hebben die rechtstreeks toegang tot alle informatie. Hoe zou dat dan zo'n beetje eruit kunnen zien? Ik heb hier een plaatje bijvoorbeeld vanuit de risicokaart. Dit is een voorlopig plaatje, hier zit nog niet alles in. Maar hier zie je bijvoorbeeld waar alle buisleidingen liggen. Hè, dus je kan aan de linkerkant kan je kaarten selecteren. Dat heb ik nu gedaan voor buisleidingen. Maar je zou ook andere activiteiten kunnen selecteren. En andere kaartlagen zoals risicoafstanden of aandachtsgebieden. Ik heb ook bijvoorbeeld hier een overzicht van wat je zou kunnen zien aan aandachtsgebieden. Op dit moment werkt het nog zo dat op het moment dat je aandachtsgebieden aanklikt, dat je alle aandachtsgebieden krijgt van heel Nederland, alle gifwolk aandachtsgebieden of alle brandaandachtsgebieden. In dit kaartje zijn de brand, explosie en de gifwolk aandachtsgebieden weergegeven. Als je dan vervolgens op zo'n kaart klikt op een bepaald punt, dan kan je daar ook nog extra informatie ophalen. Zoals, wat is dit nou precies voor een leiding, van wie is de eigenaar, wat voor stoffen gaan er doorheen, in welke hoeveelheden. En vergelijkbare informatie. Alle informatie die in het REF, in het register externe veiligheidsrisico's, ingevoerd moet worden, is in principe voor een ieder toegankelijk. Nou, dit was eigenlijk mijn presentatie in het kort. Ik vraag me af of er nog vragen zijn. Er zijn twee vragen in de chat gesteld. Vervangt het REF de huidige risicokaart? Het REF vervangt het register, het RRGS. De risicokaart wordt niet vervangen door het REF. Maar de risicokaart gaat wel gebruik maken van de informatie uit het REF. Dus waar de risicokaart voorheen gebruik maakte van de informatie in het RRGS, zal dat vervangen worden door de informatie uit het REF. En de risicokaart zal, dat wordt op dit moment onderzocht. Maar de bedoeling is dat de risicokaart ook een uitvoer krijgt in de Atlas voor de Leefomgeving. Waarbij we natuurlijk zullen gaan kijken dat we geen dubbele informatie gaan leveren die dan verwarrend zou kunnen zijn. Is dat voldoende? Ja, er zijn in de tussentijd nog twee andere vragen gesteld. Ik weet niet of je daar... Heb jij ze bij de hand? Want ik zie ze even nog. Is er in het kader van het REF ook contact met beheerders van grote haven- en industrieterreinen met buizen- en leidingnetwerk? Nee, niet met die partijen. Er is contact met de partijen die de informatie moeten aanleveren. Dus er is contact met... via de VNG wordt er contact gezocht met alle gemeentes. En wij hebben zelf direct contact met alle omgevingsdiensten en leidingeigenaren en ProRail en Rijkswaterstaat voor het basisnet.
de partijen zoals grote haven en industrieterreinen, ja, die moeten in principe hun informatie aan, op het moment dat zij een aanvraag doen, moeten ze die informatie aanleveren aan, aan het bevoegd gezag. En het bevoegd gezag is er vervolgens verantwoordelijk voor om die informatie in het register te zetten. Kwetsbare gebouwen en terreinen, zie ik. Op dit moment zijn wij daar nog mee bezig. Dat is best een ingewikkeld verhaal. De veiligheidsregio die is bezig met een voorstel voor een database waaruit wij putten. En dat wordt afgestemd met alle bevoegde gezagen. Hoe dat dan uiteindelijk precies qua datastroom zal gaan, dat weet ik niet. Maar de bedoeling is waarschijnlijk om dat via bestaande databases te laten verlopen. Waarbij dan de informatie in de bestaande databases continu geüpdate moet worden. Peter, is daar dan de gemeente verantwoordelijk voor via het BAG of zo? Ja, uiteindelijk wel, ja. Oké. Dankjewel. Alle relevante activiteiten zoals LPG zullen ook in het REF komen dus. Zijn dit allemaal per definitie milieubelastende activiteiten en dus basistaken van de omgevingsdienst? Dat is een hele interessante vraag. Het werkt eigenlijk andersom. Dus op het moment dat het milieubelastende activiteiten zijn onder... Die vallen onder artikel 11.1 tot 11.8 in het BKL. Dan moeten ze in het REF terechtkomen. Of het ook per definitie milieubelastende activiteiten zijn en als basistaak voor de OD gelden. Daar zijn verschillende zichtpunten in. Wij gaan er vooralsnog van uit dat ze niet onder de basistaken vallen. Dus dat daar afzonderlijk een afspraak voor moet worden gemaakt met de omgevingsdienst. Overigens, zonder de expliciete vraag aan een omgevingsdienst om die data voor gemeenten te beheren of in het REF te krijgen, kunnen zij daar niet zoveel in betekenen en zal een gemeente het zelf moeten gaan doen. Dus het is echt wel zaak dat daar goede afspraken over komen, op vrij korte termijn zelfs. Dus ik weet dat daar gesprekken over lopen, maar ik heb het idee dat daar echt nog wel wat een tandje bij moet op dit moment. Van Laura, is de informatie die we net zagen alleen beschikbaar achter de inlog, bijvoorbeeld over de leidingen enzovoort, via registerexterneveiligheid.nl kan ik nog niet inloggen. Nee, dat klopt. Op registerexterneveiligheid.nl gaat de informatie eigenlijk voornamelijk op dit moment nog over hoe kan een bronhouder aansluiten en wat voor informatie gaat het dan over. De uitvoer... die wordt op dit moment dus verzorgd door de Atlas voor de Leefomgeving. De Atlas voor de Leefomgeving kan een ieder in. Dus iedere burger kan die informatie inzien. Als je dan via de Atlas voor de Leefomgeving klikt op veiligheid, dan kan je ook naar de atlaskaarten over externe veiligheid toe. Het is alleen op dit moment nog zo dat we nog bezig zijn met de vulling van het REF. As we speak wordt data uit het RGS geconverteerd naar data die die in het REF terecht gaat komen. In de komende maanden zal die informatie dus in het REF gaan komen. En pas daarna zal het dus ook echt voor een ieder inzichtelijk zijn in de atlas. De kaarten die ik net heb laten zien, dat zijn kaarten uit de acceptatieomgeving. Die is niet voor een ieder toegankelijk. In de atlas gaan wij trouwens wel
proberen om mensen een beetje te helpen. Dus in principe kan iedereen alle informatie inzien. Daar heeft iedereen recht op. Dus dat zal ook gebeuren. Maar het is voor sommige mensen misschien fijn om een beetje geholpen te worden in... hoe ziet het er nou uit als ik een vergunning moet verlenen? Hè, dan heb je behoefte aan bepaalde informatie. Dus er zijn ook sessies met vergunningverleners bij omgevingsdienst en gemeentes. Om te kijken hoe kan die informatie getoond worden. Ik denk dat het gezien de tijd goed is om verder te gaan naar Jeroen. Ja, dat is goed. Mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust en dan met je e-mailadres erbij. Dan zullen we zorgen dat er een antwoord komt. Dan ga ik eventjes mijn scherm delen. Even kijken. Nou, volgens mij is dat nu zichtbaar. Ik zie veel nieuwe gezichten, nieuwe namen. Dus ik zal me eerst eventjes voorstellen. Mijn naam is Jeroen Neuvel. Ik ben werkzaam bij het RIVM als onderzoeker omgevingsveiligheid. En daar ook verantwoordelijk voor het handboek omgevingsveiligheid. En daar zal ik jullie ook wat meer over vertellen. Jullie hebben net ook al vragen gesteld via de chat. Ga er ook vooral mee door. Dan probeer ik die straks te beantwoorden. Het handboek omgevingsveiligheid. Mandy vertelde al dat er verschillende wijzigingen op komst zijn. Wijzigingen in de wet en regelgeving. Ook wijzigingen in beleid die hebben geleid tot nieuwe regels. Die informatie wordt ook ontsloten via het REF en via de Atlas. En vervolgens ga je daarmee aan de slag bij de ontwikkeling en uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid. Ter ondersteuning daarvan heeft het RIVM een handboek ontwikkeld, het handboek omgevingsveiligheid. En dat handboek biedt eigenlijk technisch inhoudelijke informatie over omgevingsveiligheid. Het handboek is toegezegd bij het BKL in de memorie van toelichting. Is hier aangekondigd om ondersteuning te bieden bij het nadenken over en bieden van bescherming van de omgeving tegen mogelijke ongevallen met activiteiten van gevaarlijke stoffen, ontwikkelt het RIVM een handboek. Het handboek is inmiddels gereed. Wij beheren dat en ontwikkelen dat ook door. Het handboek biedt eigenlijk methode om invulling te geven aan het omgevingsveiligheidsbeleid. Het bevat stappenplannen om te voldoen aan het BKL en om te voldoen aan de omgevingsregeling. Dus het handboek bevat basisbegrippen en uitleg daarvan. Het bevat stappenplannen om aandachtsgebieden te berekenen, daar ga ik straks iets meer over vertellen, en stappenplannen om plaatsgebonden risico's te berekenen. En het bevat ook stappenplannen om te voldoen aan de verantwoording van het groeprisico, zoals het ook in het BKL verwoord is. Het eerste deel van het handboek gaat eigenlijk in op de kernbegrippen. Dan gaat het bijvoorbeeld over een toelichting op afstanden. Wat zijn bijvoorbeeld plaatsgebonden risico's? Wat zijn aandachtsgebieden? Wat zijn kwetsbare objecten? Wat zijn beperkt kwetsbare objecten en locaties? We gaan in op het begrip bescherming. Hoe kun je dat nu concreet maken en meetbaar maken? Bijvoorbeeld met het oog op het stellen van beschermdoelen. Er is een overzicht van verschillende type maatregelen die er zijn. We gaan in op de relatie tussen veiligheid en gezondheid. En ook een stukje juridisch kader en informatie over het handboek. En een van de kernbegrippen wilde ik nog eventjes uitlichten. En dat is namelijk het begrip aandachtsgebieden. Dat is een concept wat een belangrijke rol heeft gekregen in het gemoderniseerde omgevingsveiligheidsbeleid. En dat is er eigenlijk gekomen als reactie op, in mijn ogen, een drietal ontwikkelingen. Dat heeft enerzijds te maken met de modernisering van het omgevingsveiligheidsbeleid. Men zag dat het oude externe veiligheidsbeleid, dat het op veel punten goed werkte, maar dat vooral de verantwoording van het groeprisico als complex werd ervaren. En ook vaak laat in het besluitvormingsproces op tafel kwam. Dus men wilde dat moderniseren. De omgevingswet die natuurlijk aan
kwam en die ook kansen bood om dingen door te ontwikkelen, maar ook denk ik maatschappelijke veranderingen. En je ziet dat burgers niet automatisch de overheid, de experts of de industrie vertrouwen. Ook die hebben behoefte aan meer transparantie over wat gebeurt er in mijn omgeving. En die drie ontwikkelingen tezamen hebben er denk ik ook voor gezorgd dat we naar een nieuw concept toe zijn gegaan in omgevingsveiligheid. En dus dat we naast plaatsgebonden risicocontouren ook gaan werken met aandachtsgebieden. En die aandachtsgebieden die geven eigenlijk de gebieden rond activiteiten met gevaarlijke stoffen weer. Waar mensen binnenshuis, dat is een uitgangspunt die in het beleid is gekozen, zonder aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Dus binnen zo'n aandachtsgebied, daar kunnen warmte-effecten optreden in het kader van brand, die zo heftig kunnen zijn dat een standaard gebouw, wat voldoet aan de eisen uit het BBL, dat die niet automatisch bescherming biedt. Of bij explosie, waar de effecten van de explosie dusdanig groot zijn, bijvoorbeeld in termen van overdruk, dat een standaard gebouw niet automatisch bescherming biedt. En bij een gifwolk scenario, waar inderdaad de gifwolk en de concentratie zo hoog is, dat men ervan uitgaat dat je binnen onvoldoende beschermd kunt zijn. En daar binnen het aandachtsgebied, dus waar dus levensbedreigende effecten kunnen optreden, daar heeft eigenlijk het bevoegd gezag de plicht om te verantwoorden hoe ze die mensen in aandachtsgebieden gaan beschermen. En het handboek biedt daar een stukje ondersteuning bij. Het handboek biedt ook stappenplannen voor het bepalen van die afstanden en gebieden. Die biedt instructies voor het bepalen van plaatsgebonden risicocontouren, zodat het overal op dezelfde manier gebeurt. En hetzelfde geldt ook voor de aandachtsgebieden. De grenzen voor de aandachtsgebieden die zijn eigenlijk vastgelegd in het BKL. Er is gesteld dat voor een brandaandachtsgebied wordt begrensd door de warmtestraling. Daar waar de warmtestraling groter is dan 10 kilowatt per vierkante meter, dat valt binnen het aandachtsgebied. Is die kleiner dan 10 kilowatt per vierkante meter, dan gaat de wetgever ervan uit dat een standaard gebouw bescherming biedt en valt die buiten het aandachtsgebied. Voor explosies is de grens gelegd op de 100 millibar overdruk. En bij een Blevy scenario wordt ook nog rekening gehouden met de warmtestraling. En bij gifwolk aandachtsgebieden is de begrenzing gedefinieerd als een levensbedreigende concentratie. Waarbij men ervan uitgaat van een levensbedreigende waarde van 30 minuten. Dus die begrenzing is letterlijk vastgelegd. En voor een aantal activiteiten is de omvang van die aandachtsgebieden ook door de wetgever in regelgeving vastgelegd. Dus voor een aantal activiteiten, vaak de veel voorkomende activiteiten zoals een LPG-tankstation of het transport van gevaarlijke stoffen via het basisnet, zijn in de regelgeving vastgestelde afstanden vastgelegd. En voor een aantal activiteiten, dan gaat het vaak om de wat complexere activiteiten, is aangegeven in het BKL dat je daarvoor de omvang, de afstanden van de aandachtsgebieden moet berekenen. En daarvoor dien je dan de stappenplannen uit het handboek Omgevingsveiligheid te volgen. Het handboek bevat een aantal stappenplannen, dus voor het plaatsgebonden risico en voor de drie verschillende type aandachtsgebieden. Misschien is het goed om dat ook gewoon eventjes te laten zien. Even kijken of dat lukt. Dus je ziet hier bij de homepagina van het handboek, ziet u de toelichting van de begrippen. Het eerste deel, afstanden en gebieden. Die dus even bijpakken. Daar vindt u een toelichting van wat een plaatsgebonden risico is. Daar vindt u ook een toelichting op het begrip aandachtsgebieden en hoe ze begrensd zijn. Dus dat is eigenlijk in lijn met wat ik net heb verteld. Het tweede deel, dat staat aan de rechterkant in de grijze balk, ziet u de stappenplannen voor het bepalen van afstanden en gebieden. Dus voor activiteiten waarvoor een afstand berekend moet worden, zijn de stappenplannen aangewezen. Ik klik eens eventjes op het stappenplan bepalen brandaandachtsgebieden. En daar ziet u, ik zal dan heel snel erin gaan, hoe u aan de hand van de huidige risicoberekeningen, dus de QRA, hoe je daaruit de aandachtsgebieden eruit kunt halen. Voor Safetti-NL is het stappenplan hieronder toegelicht. En voor Carola, dus voor de buisleidingen, konden we volstaan met de tabellen waar aan de hand van de druk en de diameter de afstand van het brandaandachtsgebied is weergegeven.
Voor activiteiten op het basisnet, dus het vroeggevaarlijke stoffen via het basisnet, zijn de aandachtsgebieden aangewezen door de wetgever. Die zijn wettelijk vastgelegd. Het is niet mogelijk met RBM2 om die na te rekenen. Wat we daar willen gaan doen is ook via een studie inzicht bieden in effecten die op kunnen treden langs transportroutes. Zodat wanneer je een ontwikkeling wil toestaan, bijvoorbeeld in een brandaandachtsgebied bij een basisnetroute of een explosieaandachtsgebied, dat je daarmee met die aanvullende informatie ook een beeld kunt krijgen van ja, waarom tegen moet ik eigenlijk beschermen op een bepaalde plek. Misschien ook goed is om hier nog eventjes toe te lichten. Men die noemde dat al. Hè. Er zijn nu ook vragen gesteld van goh, kunnen we bij de begrenzing van aandachtsgebieden en bij de berekening van aandachtsgebieden ook niet meer rekening houden met de dosis, hè, dus ook met de duur van een bepaald scenario. Er zijn ideeën voor aangeleverd en het RIVM is gevraagd om een advies te geven op die methode. Nou, in die stappenplannen kondigen wij ook aan dat het advies is gevraagd. En wanneer u op de link klikt, hè, dan vindt u ook de eerste reactie die op het advies is gegeven. En zodra daar nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt het handboek daar ook op aangepast. Dus dat is misschien ook goed om hier nog eventjes te vermelden. Naast die stappenplannen voor het bepalen van afstanden van aandachtsgebieden biedt het handboek ook stappenplannen voor de verantwoording van het ontwerp van een veilige omgeving. Wanneer je in een aandachtsgebied nieuwe ontwikkelingen wilt toestaan of andersom, wanneer je nieuwe activiteit met gevaarlijke stoffen wilt toestaan die een aandachtsgebied hebben, ja, dan verantwoord je eigenlijk of en in hoeverre je aanvullende maatregelen wilt treffen om die omgeving te beschermen. En ook bij die verantwoording biedt het handboek een stukje ondersteuning. We hebben een aantal stappenplannen toegevoegd die je ook kunnen helpen bij die verantwoording. Er zit een algemeen stappenplan over de besluitvorming van omgevingsveiligheid, over besluitvorming voorschriftengebieden en ook over besluitvorming groepsrisico's. Daar wil ik er ook weer graag even eentje uitlichten. Dus ga ik weer even naar de stappenplannen. En dan ziet u hier aan de rechterkant ziet u een overzichtje van stappenplannen die er zijn. Bijvoorbeeld het stappenplan besluitvorming groepsrisico. En dan ziet u eigenlijk welke stappen u kunt zetten om tot die groepsrisico verantwoording te komen. Dus de eerste is natuurlijk afstand houden. Je probeert geen ontwikkelingen toe te staan bij een activiteit met gevaarlijke stoffen. Soms zijn er andere belangen waardoor dat toch nodig is. En dan zul je moeten gaan verantwoorden onder welke voorwaarden je die ontwikkelingen toestaat. En wat je voldoende bescherming vindt. Nou, dan ga je eens kijken naar de bestaande bescherming. En welke kwaliteiten zijn er al in het gebied aanwezig. En aan de hand van je beschermdoel kun je stapsgewijs aanvullende beschermingsmaatregelen overwegen. Die we hier op een rijtje hebben gezet. En op die manier hopelijk helpen om tot een gestructureerde afweging te komen. En tot slot wilde ik nog even de stappenplannen voor het vaststellen van gelijkwaardigheid eruit lichten. Mandy noemde het ook al, dat je ook onder de omgevingswet gelijkwaardige maatregelen kunt treffen. Dus er zijn bijvoorbeeld bouwvoorschriften voorgeschreven in het omgevingsplan om een gebouw aan te passen aan bijvoorbeeld brand- of explosie-effecten. En dan is het mogelijk om ook een gelijkwaardige maatregel te treffen. Bijvoorbeeld een aanvraag die zegt van nou, ik los het op met een alternatieve maatregel. Ik ga niet mijn gevels brandwerend maken, maar ik ga via omgevingsmaatregelen, bijvoorbeeld via een wal, gelijkwaardige bescherming bieden. Nou, dan is het ook aan de vergunningverlener om die gelijkwaardigheid te toetsen. En ook daarvoor hebben we geprobeerd een stukje ondersteuning te bieden via het stappenplan gelijkwaardigheid. En die hebben we ook weer uitgelegd voor brand, explosie en ook gekeken naar gelijkwaardigheid in het kader van afstandseisen. Nou, dat eventjes in een notendop het handboek. Wat ook nog goed is om te vertellen, dat ook het RIVM een helpdesk heeft, omgevingsveiligheid, het rivm.nl. Ik had hem ook op de slides gezet.
En mochten jullie ook bij het lezen van het handboek tegen vragen aanlopen, stel ze dan ook gerust. We hebben ook bij het RIVM een team van collega's klaarzitten die jullie kan ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van het omgevingsveiligheidsbeleid. Even kijken, dan ga ik naar de vragen die gesteld zijn. Even kijken waar het begint. Hier nog een vraag van Mandy. Ik zie een vraag van Yvette. Worden de contouren groter dan de huidige 10 tot en met 6 contouren? Nou, de berekening van de plaatsgebonden risico's, die verandert in principe niet. Dus de plaatsgebonden risicocontouren zullen in lijn zijn met of hetzelfde zijn als je kijkt naar de berekening dan de huidige 10 tot en met 6 contouren. Kijk ook even naar Mandy of Peter of er nog veranderingen zijn in wet en regelgeving. Ik had de vraag even nog gesteld bij Yvette, wat bedoel je precies? En ze zei, de vraag is eigenlijk of het ten opzichte van de huidige of oude 10-6 contouren op kortere afstand meer belemmeringen gaan komen. Meer belemmeringen? Wat ik mij kan voorstellen is dat je, denk ik, aanvullend op de aandachtsgebieden, heb je nu ook de mogelijkheid en in sommige gevallen ook de plicht bij de zeer kwetsbare objecten om ook bouwvoorschriften op te nemen. Bijvoorbeeld eisen te stellen aan de brandwerendheid van een gebouw of de explosiewerendheid van een gebouw. Dus ik kan mij voorstellen dat wanneer je binnen de 10 tot en met 6 contouren een beperkt kwetsbaar object toelaat, dan heb je onder de nieuwe wet en regelgeving ook in de buurt van het bedrijf de mogelijkheid om bijvoorbeeld explosievoorschriften te stellen als het in een explosieaandachtsgebied is, of brandvoorschriften te vereisen als het in een brandvoorschriftenaandachtsgebied is. En die mogelijkheden had je vroeger niet, die had je alleen maar langs het basisnet. Dus in die zin zijn er meer mogelijkheden om veiligheidseisen te stellen. Dan kan het dus zijn, als je dat negatief opvat, dat er dan ook meer belemmeringen zijn om ook nog binnen die 10 tot en met 6 contour beperkt kwetsbare objecten te realiseren. Omdat je dan ook nog aanvullend bouweisen kunt stellen aan die kwetsbare objecten. Ja, het is wel goed denk ik om te realiseren dat aandachtsgebieden echt andere dingen zijn dan PR-contouren. Ja, dat zijn inderdaad twee verantwoordingen. Hè. De eerste is inderdaad vanuit het plaatsgebonden risico of je ontwikkelingen mag toestaan. En de aandachtsgebieden zijn echt gericht op het verantwoorden hoe je met het groeprisico, hè, dus de kans op grotere aantal slachtoffers, omgaat. En daar zitten ook via de bouwvoorschriften een aanvullend maatregelenpakket is eraan gekoppeld. Dus je kunt in een omgevingsplan ook die bouweisen stellen. En die kun je dus ook deels ook binnen nog het 10 tot en met 6 kantoor opnemen. Dan ga ik... Nog een vraag van host. Hoe zit het met ongeplande incidentele activiteiten met een risico voor externe veiligheid? Bijvoorbeeld het onschadelijk maken van een bom. Kun je daar iets over zeggen? Die ongeplande activiteiten, zoals het onschadelijk maken van een bom, die valt buiten het handboek. Hè. Er worden andere maatregelen volgens mij voor getroffen om dan mensen eventjes afstand te laten houden. Wat wel goed is om over na te denken, is dat je ook in een omgevingsplan wellicht ruimte wilt bieden voor toekomstige activiteiten met gevaarlijke stoffen. En dan kun je ook al nadenken van welke ruimte wil ik bieden? En welke omvang van aandachtsgebieden vind ik toelaatbaar? Dus je kunt ook al wel, maar dat zijn er wel geen incidentele, maar wel nieuwe activiteiten. Je kunt een omgevingsplan ook al ruimte reserveren om nieuwe activiteiten met een aandachtsgebied mogelijk te maken. Ja, maar de echt incidentele activiteiten die vallen eigenlijk buiten de scope van ons handboek. Ja, dankjewel. Welke zone wordt gehanteerd bij de routes die door de provincie zijn aangewezen? Nou, volgens mij gelden er nu nog geen aandachtsgebieden voor de provinciale routes. Die gelden alleen voor de basisnetroutes. Maar ook daar kun je weer in lokaal beleid gaan nadenken van wil ik nog aanvullende eisen stellen langs die routes. Hè? Bij een omgevingsplan heb je in het kader van artikel 5.2 van het BKL
Die stelt eigenlijk dat je rekening moet houden met ongevallen. En ook rekening moet houden met bijvoorbeeld de bescherming en de hulpverlening. Dus ook daar zou je alleen al vanuit dat artikel, ook al gelden er geen aandachtsgebieden, zou je na kunnen denken over hoe je die omgeving langs die provinciale transportroutes, hoe je die zou willen beschermen en eventueel nog aanvullende maatregelen kunnen vereisen. Bijvoorbeeld extra risicocommunicatie. Jeroen, mag ik hem ietsjes scherper stellen? Is dat dan de provincie die dat in de omgevingsverordening op moet zetten? Of is dat de gemeente die dat in zijn omgevingsplan moet opnemen? Naar mijn idee uiteindelijk de gemeente. En dan kijk ik ook even naar de mensen van het IPLO, want die gaan over de wet en regelgeving. Maar de gemeente die stelt het omgevingsplan vast. En die stelt ook eigenlijk bepaald onder welke voorwaarden zijn nieuwe activiteiten, bijvoorbeeld bij zo'n route voor gevaarlijke stoffen, onder welke voorwaarden ze die willen toelaten. Zij bepalen ook wat zij voldoende veilig vinden. Oké, want de provincie moet toch ook iets zeggen over die routes? Dus dat zou nog wel eens een keer met elkaar kunnen bijten. Heb jij daar nog een visie op, Mandy? Niet echt, eerlijk gezegd. Oké, dan. Nee. Jeroen, nog een laatste woord hierover? Ik denk inderdaad dat in die zin die afstemming belangrijk is. Hè, dat je op provinciaal niveau na wilt denken of je wilt gaan routeren of niet. En waar die routes dan zijn. Maar dat inderdaad de gemeente uiteindelijk dat ook moet vertalen in een omgevingsplan. En daar zou ook zou willen verantwoorden van, gaan we dan bij zo'n provinciale route nieuwe ontwikkelingen toestaan? En als we daar bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk toestaan, vinden we dan aanvullende maatregelen nodig? En wanneer een aandachtsgebied er geldt langs het basisnet bijvoorbeeld, dan heb je aan de hand van het BKL de plicht om op die manier te verantwoorden. Maar ook wanneer er geen aandachtsgebied geldt, dan heb je vanuit 5.2 van het BKL kun je verantwoorden hoe je die bescherming gaat bieden. Ik ga door naar de andere Jeroen. In deze sessie, aandachtsgebied is een effectbenadering, alleen relevant voor nieuwbouw. Wanneer een bestaande activiteit toeneemt, blijft het aandachtsgebied gelijk. Bestaande populatie ondervindt een hoger risico. Hoe kun je dit als gemeente erovervoegd gezag verantwoorden? Volgens mij, wanneer een activiteit verandert. Wanneer het transport, denk ik, toeneemt, dan is het een bevoegd gezag van voor het transport zaak om ook te verantwoorden van, vinden wij dat die toename acceptabel? Wat vinden we voldoende veilig? En kun je ook bij die vergunningverlening, heb je de plicht om te verantwoorden hoe je bescherming gaat bieden in aandachtsgebieden. En nu heb je bij transport, is het lastiger dat er dan soms een ander bevoegd gezag is dan de gemeente. Die gaat over dat transport. En dat betekent ook dat vanuit de gemeentekant, dat daar men ook zal kijken van, goh, hè, wat voor ontwikkelingen staan wij toe langs zo'n transportroute? Wat voor ontwikkelingen verwachten wij met betrekking tot het transport? En op die manier wellicht ook al een keuze zal maken in hoeverre zij willen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Het is inmiddels 12:30, dus ik denk dat we het hierbij moeten gaan laten. We hebben alle vragen uit de chat nemen we op. En zoals ik weet niet meer wie dat vroeg, zullen wij daar een vraag- en antwoordenlijst van maken. En we zullen ook de presentaties beschikbaar maken. Ik weet even niet hoe die dan bij jullie gaan komen, maar ik neem aan dat we met de organisatie wel tot een goede oplossing kunnen komen. Ja. Dan dank ik iedereen voor jullie aanwezigheid. En ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Dank jullie wel. Dank je wel. Dag.